Weet jij hoe je een Pokémon stiekem in een film binnenkrijgt? Hoi, ik wil graag naar de première. Zou je dat niet willen? Het is de meest verwachte film van het jaar. En het gaat ook nog eens over Pokémon. Dus laat me eerst je kaartje zien. Laat me even zoeken. Ik kan het nergens vinden. Ik moet het thuis hebben laten liggen. Dus jij bent ook een Pokémon trainer? Je hebt me verslagen. Je gaat naar de film. Oh, ik hou van je aanbod. Ik accepteer de uitdaging. Laat me zien wat je je Pokémon hebt geleerd. Mijn Pokémon heeft nog nooit van iemand verloren, want hij is een legende. Pikachu, ik kies voor jou. Zoveel patels. Pika Pika. Wow, niet slecht. Wie wist dat jouw Pokémon de beroemde Pikachu was? Oh ja, ik ben een ster. Zo cool. Goed je te zien, bro. Ouch. Nu is het mijn beurt om op te scheppen. Stel me niet teleur, miauw. Miauw. Zijn klauwen zullen iedereen overmeesteren. Ben je bang? Pika, pika. Ik zal niets verliezen. Shh. Dat zullen we nog wel eens zien. Pika tegen miauw? Dat is pas een uitdaging. We moeten naar de film. Val hem aan. Maak je klaar voor elektrische ontlading. Sta daar niet gewoon. Val aan. Oh, miauw. Kiekaboe. Huh. Hey, trainers vechten niet. Oeps, dat was onhandig. We overdreven het. Waarom heeft mijn Pokémon de aanval niet afgeslagen? Waarom heb ik jou gekozen? Daar gaat hij weer zeuren. Stop met het spelen met de Pokéball. Al die training en hij wil niet naar me luisteren. Ik ben er klaar mee. Geen Pokémon meer in de bioscoop. Dat is niet eerlijk. We komen een andere keer terug. Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Alleen ga ik niet graag naar de film. Goed dat ik een vriend heb meegenomen. Hallo, Lucy. Wow, het is Jigglypuff. Zal ik een liedje voor je zingen? Later. Ik wil niet te laat komen voor de première. Hoi, we willen naar de Pikachu-film. Dat kan niet, want je mag niet meer naar binnen met Pokémon. We zullen onze geheime trucs moeten gebruiken. Laat ons door. Alsjeblieft. Oh nee, ze houden zich niet aan de regels. Ha, nu ben ik beschermd. Dat helpt me niet. Ik maak geen uitzonderingen. Ga weg. Ik wilde echt Pikachu zien. Sorry, ik denk een andere keer. We hebben een moeilijke tegenstander. Wat is er mis met hem? Ik sta voor recht en orde in bioscopen. Hier, een les voor jullie. Geen indringer komt voorbij de grote Anthony. Hij liet zich zo meeslepen. Dat kan ik wel gebruiken. Sorry, Jigglypuff. Misschien voel je je een beetje ziek. Ja, het is gelukt. Nu is het mijn beurt. Laat je me door? Nee, maar ik heb mijn Pokémon achtergelaten. Echt? Natuurlijk. Kom binnen. Ha, hebbes. Samen kunnen we alles, mijn coach en ik, Jigglypuff. Ik wist dat we vrienden zouden zijn en veel leuke dingen zouden doen. We kunnen alle moeilijkheden aan, we zullen deze strijd winnen en dichter bij onze droom komen. Ik beloof je te beschermen, want ik ben jouw Pokémon. Ik heb je gezegd niet te zingen op drukke plaatsen. De sessie zou afgelopen zijn. Tot ziens. Ik heb goed geslapen. Oh, waar ging de film over? Ik wist dat het publiek hierbij in slaap zou vallen. Tijd om het uit de distributie te halen. Sommige mensen geven niet zo makkelijk op. Loop rechtdoor. Oeps, ik hoop dat niemand iets gemerkt heeft. Oh, popcorn is precies wat ik nu nodig heb. Hey, wees voorzichtig met mijn oren. Blijf bij elkaar, het is zo voorbij. Ik hoop het, je bent eigenlijk best zwaar. Ha, wow. Hallo, ik ben hier voor de première. Wat een grote jongen. Maar je kunt mijn scanner niet voor de gek houden. Laat eens zien wat je daar verstopt. Raar, waarom is het gestopt met werken? Hihi. Aha, ik wist dat er hier iets mis was. Ik heb je, ga weg. Hoe durft hij aan mijn oren te trekken? Ik zal hem een lesje leren. Oh. Ga uit mijn zicht, nu. Oh-oh, staat er iets in brand?
Ik heb vakantie nodig. Auw! We gingen een beetje te ver. Kijk niet naar mij. Het is zijn eigen schuld. Ik heb iets voor je. Wil je spelen? Je bent een goede kat, of niet? Is hij serieus? Nou, vind je het leuk? Blijkbaar niet. Hoe zit het met de muis? Shh. De assistent zei dat je het leuk zou vinden. Kijk eens hoe leuk het is. Ja, mijn geld verspild. Oh, de bal rolde weg. Dus? Hij moet gevangen worden. Ga hem dan halen. Wat je zegt, meester. Waar is het? Gelukkig is het in de voorraadkamer gerold. Waar het onmogelijk is iets te vinden. Oh, wat een buit. Ik heb geluk. Dat is een bal waar ik mee zou willen spelen. Nee, het is niet om mee te spelen. Saai. Laat het even hier blijven. Dat meisje weer. Hoi, kun je me binnenlaten? Er zit verboden speelgoed in die rugzak. Ik heb je al eerder gezegd dat je de bioscoopzaal niet in mag met Pokémons. Maar het is maar een knuffel. Geen uitzonderingen. Maar hoe zit het dan met... Wat is dat? Huggy Wuggy? Die neem ik ook in beslag. Hoe bedoel je? Het is niet eens een Pokémon. Ik herhaal, het is verboden. Oh, wat is er aan de hand? Ik heb geen regels gebroken. Wow, dat kan niet goed zijn. Er is toch niets ergs gebeurd? Oh. Wat voor soort Pokémon is dat? Welke naam zou jij deze Pokémon geven? Miauw! Oh, wat een verschrikking! Wat heb je met mijn speelgoed gedaan? Oeps, het gaat beginnen! Hou je hybride en speel er thuis mee! Tot ziens! Phew, dat was op het nippertje! Nee, niet dit! Schaam je! Ik denk dat we het beter kunnen opbergen. Het is nu veiliger. We hebben een plan nodig om je te vermommen. Oh, een idee. Ik ben je Pokémon. Wat? We kunnen deze kaarten gebruiken. Laten we het proberen. Wow, het werkte. De helm past bij de kleur van mijn vacht. Dat is niet genoeg. We moeten je onherkenbaar maken. Hoe meer camouflage, hoe beter. Ik hoop dat dit nieuwe imago bij me past. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Zullen we gaan? Laten we gaan. Ik heb zoveel frisdrank gedronken, dus wacht hier. Goed. Hij is al lang weg. Nou, zullen we verder gaan? Hé, een rits! Oeps, sorry! Ik ben ook een soort held. Laat ons binnen. Ik word moe om iedereen aan de regels te herinneren. Had hij ons zo snel door? Misschien is het nog niet voorbij. Er klopt hier iets niet. Je houdt me niet voor de gek. Ik kan een Pokémon op een kilometer afstand ruiken. En waarom heb je een helm nodig in een bioscoop? Ja, ik wist het. Denk eraan, je mag hier niet binnenkomen. Dat is een soort van discriminatie. Maar het duurde zo lang om hier te komen. Ik heb niet eens een Pokédex nodig om Pikachu te herkennen. Pak je bril en ga weg, maar zeur niet. Hoe kan hij Pokémon niet naar een Pokémon-film laten gaan? Het is onlogisch. Ben je aan het huilen? Nee, mijn ogen zweten. Denk je dat het zal werken? Zeker weten. Ik heb vertrouwen in je. Hier komt ons doelwit. Stap in de Pokéball. Er wacht een verrassing op je. Nee, zal ik je een vleugel geven? Het is warm en lekker. Je moet gewoon instappen. Zulke goedkope trucs werken niet bij mij. Doe het gewoon. Nogmaals hallo, meneer de bewaker. Verberg je Pokémon in een Pokéball. Hij is onvermurbaar. Moet ik weer in de Pokéball? Stop hem in de mand, dan laat ik je binnen. Niet? Oh zo. Miauw, maak je klaar om te vechten. Wil je niet aardig zijn? Je hebt erom gevraagd. Jigglypuff, zing je liedje voor ze. Niemand kan mijn slaapliedje weerstaan. Wacht, ik heb een beter idee. Hé, hey, wat ben je van plan? Miauw?
Licht? Hou je me voor de gek? Ik ben machteloos hier. Waar is het? Ik moet het hebben. Jigglypuff, je bent een genie. Goed gedaan. Ook al is hij een Pokémon, hij blijft een kat. Miauw, stop. Ik geef het niet op en vang je. Miauw, wil je kalmeren? Dit is wraak omdat we niet in de film mochten. Ik verander nog steeds niet van gedachten. Denk er zelfs niet aan. Daar is het. Hebbes. Hoeveel Pokémons? Waar is het licht gebleven? Je bent een slimme Pokémon. Hoe kon je daarin trappen? Ik weet niet wat je bedoelt. Goed gedaan. Hij had een hilarische val. Dat was leuk. Maar je moet terug naar de Pokéball. Ik draag je erin naar binnen. Dat is prima. Ik laat je er zo uit. Auw. Oh nee. Welke van deze Pokéballs is mijn Jigglypuff? Vrienden, help me zoeken. En hoe krijg ik je binnen? Hey, cafeïne is verboden voor jou. Tenminste één slokje. Ik zei nee. En verstoor mijn denkproces niet. Ik heb een idee. Stop ermee, gedraag je en ga in de Pokéball. Goed. Op die manier zal de gemene bewaker niets vermoeden. Ik kan de overwinning proeven. Waar heb je deze keer je Pokémon verstopt? Wat is dat? Gewoon koffie, zie je? Verdacht. Hoewel het lijkt op een gewoon kopje, maar ik vertrouw je nog steeds niet. Hij is paranoïde. Probeer het en zie het zelf. Dat zal ik doen. Is dit een vang een pijp uitdaging? Dit drankje maakt me belachelijk. Ha, hebbes. Geloof je me nu? Ik moet het eens goed proeven. Ja, het is zeker koffie. Bravo, kapitein Duidelijk. Is dat het? Waar wacht je nog op? Kom naar binnen. Eindelijk. Laten we selfies nemen. Deze film is zo interessant. Nu zit mijn Pokéball onder de koffie. Pikachu, kom eruit. Pikachu! Je droom om naar de film te gaan is uitgekomen. Jee, ik ben zo opgewonden. Is dat de hoofdpersoon? Is dat een schurk? Wow, wat een speciale effecten. Het lijkt erop dat de Pokéball niet luchtdicht is en de koffie erin gelekt is. Is er iets mis, Nate? Ik vind alles leuk. Ik wil meer koffie. Het is zo lekker. Dat is waar ik bang voor was. Ja, elektro-Pokémon en koffie zijn zeker een slechte combinatie. Pika pika! Wat een realistische speciale effecten. Ik verveel me. Ik maak dit af, oké? Ik hou van bioscopen. Waar is het licht? Nou, maak je geen zorgen. We hadden een stroomstoot. En zelfs ik weet wie het veroorzaakt heeft. Hé, ik had er niets mee te maken. Moet je het recht in mijn ogen schijnen? Ik kan alles uitleggen. Wat heb ik verkeerd gedaan? Stop met het licht op mij te schijnen. Ik wil terug naar de Pokéball. De lichtproblemen kwamen door jou. En nu kunnen de mensen de film niet afkijken. En jij moet het in de gaten houden. Dat heb ik geprobeerd. Maar Pikachu had koffie. Wil je trouwens een slokje? Dat is geen excuus voor jou. Ik zal een manier bedenken om het probleem op te lossen. Goed gedaan. Kom op, los het op. Oké, geef me een minuut. Ho, laat er licht zijn. Goed gedaan, goed werk. Maar ik hou je in de gaten. Kijk liever naar de film. Ik beloof me te gedragen. Eerlijk. Oké, dat is prima. Ik ben vriendelijk vandaag. Hier is uw elektriciteitsrekening. Hoeveel? Ik dacht dat jij degene was die het gemaakt had. Kijk naar het scherm. Je mist het meest interessante deel. Nieuwe dag, nieuwe sessies. Uw ticket, kom binnen. Volgende. Er zijn veel mensen die de première van vanavond willen bijwonen. Ik was eerst. Sla me over. Ik stond eerder in de rij. Dat is niet waar. Ik was hier een halve seconde eerder dan jij. Waarom controleren we de camera's niet? Ik ben de grootste fan van deze filmserie. Ik verdien het om als eerste doorgelaten te worden. Hé, niet zo luid. Je leidt iedereen af. Jij begon dit gevecht eerst. Je moet voorrang geven aan een meisje. Die regel geldt niet in de rij van de bioscoop.
Laten we deze ruzie oplossen als echte Pokémon-trainers. Pikachu, ik kies jou. Jigglypuff, jij bent aan de beurt. Ik heb zo goed geslapen. Moet ik een liedje zingen? Val aan. Mijn bliksem zal je raken. Mijn zang zal je sneller in slaap brengen. Pikachu, ik geloof in je. We trekken ons toch niet terug, Jigglypuff? Waar vechten we eigenlijk voor? Deze kerel liep me niet door. Pika, pie! Trouwens, ja, waar gaat dit allemaal over? Ze nam mijn plaats in de rij. Ik moet eerst zijn. Dat is niet waar. Wil je er weer ruzie over maken? Je maakt een drama over de lijn. Nee, dat heb jij gedaan. Ik wil gewoon mijn eerlijke verdiende plek terug. Oh, ik word hier moe van. Pikachu en Jigglypuff zijn beste vrienden. We komen in de bioscoop. Zelfs als we niet kunnen. Het lijkt erop dat ze niet gaan vechten. De Pokémon handelde slimmer dan wij. Jij gaat eerst. Nee, jij. Ik laat jou eerst gaan. Wat? De sessie is voorbij, dus je gaat niet naar de film. En ik ga eindelijk naar huis om te rusten. Trouwens, heb je de tijd gezien? De bioscoop gaat sluiten. Dag! Pech voor ons. Ja, dat is onze schuld. Het is zo donker, ik kan niet zien. Auw! Hoe komen we bij de uitgang? Jigglypuff, volg mij! Jiggly, jiggly! Pika, pika!